Ja. Maatje. Dus zij vertelt dat er bij haar is ingebroken, dat alle papieren zijn gestolen. Ze heeft nog wel haar paspoort. En met paspoort krijg je dus ook je uitkering en dergelijke, je pensioen. Ja. Dat pensioen is maar 60 euro in de maand. Als zij nou haar paspoort kwijt zou raken, dan kan ze hem in ieder geval niet vernieuwen. En dan heeft ze ook geen recht meer op pensioen. Oei. In de wintermaanden krijgt ze 15 euro en daarmee doet ze het huis verwarmen. En dit is in ieder geval haar ouderlijk huis, waar ze ook geboren is. Ja, ja. Zij is er één van vijf kinderen, dus haar drie broers en haar zus zijn overleden. De laatste ouder is al in 1988 overleden, dus zij staat er in dat opzicht helemaal alleen voor. Ze vertelde net dat dit is hoe ze leeft en toen we binnenkwamen zagen we de briketten al bij de deur liggen. Dus de briketten zijn al gebracht door Dorcas. En dit is het dan. Dit is het ergste wat ik heb kunnen zien hoor. Dit is verschrikkelijk om zo te moeten leven. Zo in armoede en vuil. Ik kan bijna niet voorstellen dat je dan de moed hebt om verder te leven. Ik zou zeggen van, het is wel mooi zo. Dit is gewoon zo mensonwaardig. Het is gewoon mensonwaardig om zo te moeten leven. Dorcas helpt dames zoals deze. Zij is nu sinds kort opgenomen in het project. En dit zijn ook typisch de grannies die geselecteerd worden door de kerk of de partnerorganisatie of onze vrijwilligers of wie dan ook. Hè. Je wil de armste van de armste helpen. En ja, je ziet duidelijk dat het hier heel erg hard nodig is.